Welkom en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van U in de Wijk over Vecht. Met vandaag weer drie onderwerpen. We beginnen met de opening van de WILG, een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking. De opening van de WILG, kunt u daar wat over zeggen? Ja, het is natuurlijk een ontzettend mooi gebouw. Rijksmonument, met hele fijne gebruikers, mensen met een beperking. Dat zijn echte dankbare klanten. Ik heb gelukkig ook hulp gehad bij de opening en op die manier hebben we tot een goed einde weten te brengen. Ja, nou, allereerst dat ik natuurlijk heel erg trots ben op Stichting de WILG. Omdat ik het fantastisch vind wat Stichting de WILG doet. Hè, voor meer kwetsbare inwoners van de stad Utrecht en omgeving. Ja, en ik ben bestuurlijk verantwoordelijk. Dus dat betekent dat je moet zorgen voor financiën, ondersteuning van het personeel. Maar vooral dat alle bezoekers van de WILG het hier naar hun zin hebben. Daar gaat het over. Kijk, hier doen we het allemaal voor. Ja. Wilt u ook wat zeggen? Ja, ik zit er 13 jaar zitten dat. Bij de WILG komen eigenlijk allerlei mensen bij elkaar. En het maakt niet uit. Hè. De een is soms wat meer in psychische nood. De ander heeft een handicap. De derde vindt het heel moeilijk om een dagritme te vinden. En al die mensen bij elkaar mixen hier echt heel goed. En het maakt voor ons ook niet uit welke wijk ze komen. Het gaat erover dat we met elkaar zorgen voor een zinvolle dag en een zinvolle tijd. En dat mensen ook kunnen ontwikkelen. Dat is van belang. We zitten ook in de wijken. Ik zit bijvoorbeeld in Overvecht, waar ik ook jongeren ondersteun op de scholen. En kom bij jongeren thuis ook. Als zij mij vertellen wat ze willen gaan doen, kijk ik waar ze hulp nodig hebben. En ga ik samen met hen en hun ouders kijken van waar kan je dat, hoeveel kost het eigenlijk, kan je het betalen, hoe gaan we dat aanpakken. En wat ze zelf kunnen, doen ze zelf. En waar ze mij bij mij nodig hebben, daar help ik ze. Hoe kom je aan die jongeren? De jongeren komen via verschillende kanalen eigenlijk binnen. Het is vaak komen ze van woongroepen af, crisisopvang, buurteams, jongerenwerk. Eigenlijk al dat soort organisaties. Ja. Ik werk inderdaad voor de WILG en ik ben actief in Overvecht omdat er... Ik probeer eigenlijk mensen te ondersteunen in Overvecht om hun zeg maar uit huis te krijgen. Ja, het is gewoon superleuk om te doen. En het geeft de mensen ook de kans om echt dingen te ondernemen. Mensen onderschatten eigenlijk vrije tijdsactiviteiten, omdat het gewoon, het helpt mensen om te ontspannen. Mensen komen uit het huis, veel meer sociale contacten en dergelijke. En het helpt hun om ook verder te komen in de rest van het leven. Ik ben van de Vulkanusdreef en... het is me toen aangeboden om bij de boog activiteit te gaan doen. En ik heb het reuze naar mijn zin. Ik ben in die groep ben ik dus de oudste, dus ik moet voorbeeld geven. Ja. We hebben ook groepen in Overvecht, bijvoorbeeld de Puberacademie. Tegenwoordig de nieuwe naam is Club Wat Nou. Maar dat zijn kwetsbare jongeren die, die weinig vrienden hebben vaak. En... niet zomaar met iemand kunnen praten over puberthema's. Zoals, wat doe je eigenlijk als je verliefd bent? Hoe zoek je een bijbaantje? Help, ik word gepest. Ik ga naar de middelbare school. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik verveel me. En het is een ontspannen plek om samen leuke dingen te doen. Maar ook soms serieuze onderwerpen. Aan te pakken met z'n allen. En zij vertellen dat dan aan ons. En wij zorgen dat ze op een veilige manier de juiste informatie krijgen. Onze verslaggever Leo is bij Peers Coaching. Mensen coachen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
Vandaag nemen we jullie mee naar Peerts Coaching. Welkom. Ik hoop dat jullie een leuke week achter de rug hebben gehad. Peerts Coaching, waar gaat het over? Peerts Coaching is een coachingsbureau die ik opgericht heb. Ik ben sinds kort ZZP'er. En ik geef dan trainingen, coachingstrajecten op een laagdrempelige manier voor bewoners in Overvecht. En ik wil het ook Utrecht breed gaan uitzetten. Coaching, hoe heeft u dat ervaren? Over het algemeen wel goed. Ik ben heel erg geholpen, in met name het rustig worden naar de UVW en naar de wil toe. Een onderdeel daarvan is de PEERS training. En PEERS staat voor de vijf woorden passion, emotion, equality, reflection en support. Nederlands vertaald is dan passie, emotie, gevoel van gelijkwaardigheid, zelfreflectie en ondersteuning. Dat zijn de aspecten wat in de training voorkomen, waar ik mee werk met de deelnemers. Zou je iets meer kunnen vertellen over de samenwerking? We bereiden gesprekken voor. En ook als we heel veel papieren in moeten vullen, doen we dat samen. Want ik blokkeer soms met bepaalde vragen. En dan helpt zij en dan stappen we er overheen en dan gaan we verder. Op wat voor manier helpt ze je dan? Bij de wil, bij het UVW moet je heel veel papierwerk invullen voordat je uiteindelijk een gesprek krijgt. En dan helpt ze je vooraf en dan helpt ze je ook bij het voorbereiden voor een gesprek. En ook dan vult ze de papieren in, samen met mij. Dus je staat er niet alleen voor. Dat is wel heel erg prettig. Zo'n training, hoe lang duurt dat? De training is een traject van 12 weken, waarin de deelnemers één keer in de week voor ongeveer 2,5 uur bij elkaar komen. En het traject heb ik opgesplitst in 12 weken, zodat de mensen ook in de tussenliggende fase gewoon opdrachten kunnen uitvoeren. Wat mij heel erg is bijgebleven is dat we een van de keren een opdracht hadden voor het maken van een vision board. En dat was voor mij heel leuk om te doen, want een van mijn dromen of wensen was altijd na stimulans van collega's, vrienden, familie, van je moet wat meer met je talent gaan doen. En mijn talent is blijkbaar voor anderen dat ik heel mooi gedichten kan schrijven. En ik had altijd zoiets, nee, dat hoeft niet, dat is gewoon een hobby, dat is voor de leuk. En ik vertelde dat hier in de training, want we waren met meer mensen. En iedereen had zoiets van, en Sunita ook zo van, oh, ik wist helemaal niet dat je gedichten schrijft. En omdat iedereen zo enthousiast was, had ik zoiets van, ja, ik moet doorzetten. En ik ben ook zo iemand, als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het gerealiseerd worden. En ik ben ongeduldig. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, het is in mijn hoofd. En ik zie het op een gegeven moment als een ontdekkingsreis. Van het hoofd eigenlijk naar het hart. Ik ondersteun ze, ook na de training, met een langdurige vorm van nazorg, dat zij ten alle tijden in hun eigen kracht blijven en het zelfregie kunnen pakken van hun leven. Ze komt nu één keer in de 14 dagen bij mij. En dan hebben we het over hoe ik het ervaren heb. En dan praten we er gewoon over. Onze jonge verslaggeefster Adeshua is op bezoek bij de buurtcamping. Hallo, vandaag neem ik jullie mee naar de buurtcamping. Waarom bent u hier op de buurtcamp? Ik ben hier op de buurtcamping omdat wij hier ook met een paard en een koets zijn. En daar kunnen de kinderen die hier logeren of die hier vandaag zijn, een ritje op maken. En volwassenen ook. En we zijn van Power by Peers. Een organisatie hier in de wijk die mensen ondersteunt om te gaan ondernemen. En we sponsoren dit. Jullie staan op de buurtcamping. Waarom? Ik ben hier als EHBO'er aanwezig. We zijn gisteren gekomen. En morgen is het laatste dag, zondag.
We staan hier 24 uur zijn wij beschikbaar. Mocht er ongevallen gebeuren of iemand zich openhaalt of wat voor verwondingen ook ze hebben, dan is altijd bij ons terecht. De buurtcamping en de buurtkamer is gezellig. De mensen zijn blij dat ze hier kunnen kamperen. Jullie hebben de buurtcamping georganiseerd. Waarom? Omdat in Overvecht, het is natuurlijk een hele grote wijk. Maar ik ben er eigenlijk achtergekomen dat heel veel mensen niet eens weten wie nou naast hun woont. Dus dat ze eigenlijk hun buren niet eens kennen. En ik denk dat de buurtcamping een hele mooie plek is om allemaal mensen bij elkaar te brengen. En ook echt om samen vanuit Overvecht iets op te zetten. Dus bijvoorbeeld wij zijn ook gesponsord door heel veel lokale ondernemers. En iedereen heeft eigenlijk meegewerkt aan de buurtcamping. En ik denk dat het heel goed is voor het gemeenschapsgevoel in Overvecht. Wat maakt het zo gezellig? Nou, die samenhorigheid, hè, meneer? Hè? De samenhorigheid is heel erg leuk. Dus gewoon verbinding? Verbinding, ja. En jullie hebben gelogeerd op de camping? Ik heb één nacht hier geslapen, maar dat was niet zo'n succes. Dus ik ben gewoon lekker s'avonds naar huis gereden en s'morgens weer teruggekomen. Ja. Pijn in de rug? Pijn in de rug, ja. Nogal. Ja, nogal. Dat doen we niet meer. U heeft het over samenwerken. Kunt u daar meer over vertellen? Wij werken graag samen met verschillende initiatieven uit de wijk. Om met elkaar de wijk mooi en gezellig te maken. En werd gevraagd door de organisatie van de buurtcamping. Van, kunnen jullie ook bijdragen? Kunnen jullie ook ergens mee helpen? En toen dachten we van ja, dat willen we wel graag. Maar op welke manier dan? En ja, daarom leek het ons leuk om uiteindelijk datgene wat wij bij de buurtkamer doen. Om dat gewoon hier op de buurtcamping te doen. Oh ja, de lampen aan en de lichten uit. Het laatste rondje tot de sluit. Ik gooide alle remmen los. Was een leuke tijd. Nu ben ik er kwijt. Dit was gewoon geweldig. Leuke mensen, alles deed mee. En het was super. Afijn, jullie hebben het zelf al gezien. Polonaise lopen, noem het maar op. Gigantisch. Gigantisch goed. We zijn voor de wijk en dat is juist het mooiste van om juist met de wijk samen dingen te doen. En dat is juist heel erg leuk, want ik ben ook een buurtbewoner en ik zie dat de mensen genieten en daar heel erg behoefte aan hebben. En de ouderen hebben daar ook even een uitje. Hier is het gezellig. Dit was alweer het eind van deze uitzending, maar we hebben nog twee tips voor u. Op zaterdag 23 september, Buurdag. Buurtinitiatief Oké Nu, bij Huizen Roosendaal, aan de Industrie 5, van 11 tot 3 uur. En vervolgens een open dag bij ACC Einstein, aan de Strooienbergdreef, van 12 tot 4 uur, met allerlei activiteiten. U bent van harte welkom. Voor tips of opmerkingen gaat u naar overvecht@uindewijk.nl. Wilt u deze uitzending nog eens terugzien? Dat kan op www.uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer.